Wat doe je nou? Doe je het al? Ja, nou wel. Nou aha, de commentators, hè? Zie, de comments van de vorige video's. Ik heb hier 407 staat bovenaan. Diederik van Nimwegen, die zegt: Sharon, doe niet zo moeilijk, joh. Je bent ook zo een prachtmeid. Oh ja, het ging over het blote billengezicht natuurlijk. Ja, allemaal weer. Oh, dat is allemaal weer aan het klagen. Moet allemaal niet zo zeuren. Het is best, volgens mij vinden jullie het best leuk als ze af en toe in de video's komt, toch? Dus, ja. G. Leemans, die zegt: dankjewel Emiel om alvast een preview te laten zien voor mijn zeer korte verjaardagskaart. Met vriendelijke groeten van Gijs Leemans, bijna 53 jaar. Ja, gefeliciteerd Gijs. Ja, dat was natuurlijk, we hebben wel een beetje de verrassing verpest. Maar ja, goed, kon het gelukkig wel waarderen, zag ik wel in de comments. Dus dat is dan wel, dat is wel weer fijn. Greo Wijmer, die zegt: beste Sharon, ik zie liever een vrouw zonder make-up dan een vrouw die volgeplamuurd is. En je bent gewoon een mooie vrouw, wees daar trots op. Oh, nou, dit gaat ze fijn vinden. Ze had het allemaal in comments zitten lezen hoor. Ze was allemaal wel, ze was al wel in de volk hoor, dus dat is een goede zaak. Hé, er was ook nog een comment van de vrouw van de tweede comment, toch? Ja, 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 zeker. Die had ik gelezen. Die had het besteld. En die zei: oh, dat is mijn verrassing verpest. Daar had ik nog op gereageerd. Ik zei, vond het toch niet erg, zeg. Nee, het was wel een leuke verrassing ook, toch wel. Ja, leuk. Ja, ik denk, we moeten toch een keer laten zien dat ik die papiertjes zelf schrijf. Anders denken mensen, dan haal ik dat, en, ja, dat ik daar uitbesteed of zo. Maar ik schrijf die wel zelf. Dat Sharon ze zelf schrijft. Ja, precies. Ze heeft het wel een keer geprobeerd, maar dat lukte niet eigenlijk. Dat zag er toch heel anders uit. Ja. P. Ling, die zegt: lieve Sharon, er is geen enkele reden om te zeggen dat je er slecht uitziet. Zeker vergeleken met Emiel. Oh, ik ben daar, kom maar. Die had ik nog niet gelezen. Sharon? Ja. Ben je daar? Kom eens even hier. We roepen Sharon erbij voor deze comment. Kom eens even hier. We zijn de comments aan het lezen, ja? Zo. Dat komt niet. Even een intermezzo. La 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 la. Duurt lang. Hallo? Hallo? Kom je dan? We staan te wachten. En de kijkers wachten ook, want we staan het ook te filmen dat we aan het wachten zijn. Nee. Die hebben het nooit gebruikt. Deze. Shiny. Ja. Deze is voor metrisch. Dat is voor Engels. Wat blijft ze nou toch? Ik weet het ook niet. Ze is natuurlijk met de boodschap geweest. Ze doet gewoon lang dit. Hallo! Precies, daar gaat het over, hè? Luister wat P. Ling zegt. Kom dan. Die zegt: lieve Sharon, er is geen enkele reden om te zeggen dat je er slecht uitziet. En dan komt daarna, komt zeker vergeleken met Emiel. Maar liefde maakt blind natuurlijk. Oh ja. En dan wel zich verstoppen, hè? Ja. Ja, nou ja. Dan zegt hij: ik zie liever Sharon dan Kim Kardashian. Oh ja. Hoor je dat? Hoe ziet Kim Kardashian er precies uit? Die heeft hele grote borsten en hele... Hele grote billen vooral. Oh. Hele dikke billen. Hele dikke billen. En oh. Hele smalle taaien. Oh. En, niet te vergeten, heel veel geld. Oh. Oh. Heeft ze ook heel veel geld? Oh. Oh. Ja, en ik heb ook een hele dikke billen. Nee, die hebben wel mooie billen. Oei, nou, dat is... Man. Toch? Deze, maar hij ziet er goed uit, hoor. Dat zeggen de kijkers ook allemaal. Dus, hè? Nou. Dat is zo lief. En Clint Westwood zegt: Sharon, het is een omslagdoek voor over je schouders. Groeten, Clint. Dat is van PostVog. Ik had het gelezen. Ja. Dat is fijn. Ik denk ook voor in de zomer fijn. Want dan... Ja, juist tegen de zon, denk ik, hè? Ja. Oeh.
Alex van de V. Die zegt, Sharon, het lijkt soms alsof je onzeker over jezelf bent. Nou, een geruststelling, dat is totaal niet nodig. Je ziet in de comments ook dat je bij de kijkers prima in de smaak valt om je uitstraling en openheid. Dus wees lekker jezelf. Ja. Nou. Ja, ik ben inderdaad wel onzeker. Dat moet ik toegeven. En ik vind het heel lief wat ik allemaal hoor, maar toch blijft het onzeker. Oh ja, af en toe vaker in de video komen, dan valt dat vanzelf mee, joh. Ja, en op de een of andere manier, maar dan hadden we het ook wel in de gaten, denk ik. Weeg je negatieve reacties zwaarder dan positieve reacties? Ja, bij jou in het kwadraat, hè? Bij mij in het kwadraat. Ja, dat klopt. Ja, zoiets. Maar dat, volgens mijn moeder is dat een kwestie van leeftijd. Dus als ik 60 ben, dan... is het beter. Oh ja, maar ik weet niet of dat de comments dan beter worden. Oh nee. Ja, iemand oma leeft van 82. Dus. Oh ja, maar dat is vanwege de baard van Hagrid. Dat weet ik niet. Toch? Ja, 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 daar had het mee te maken, hè? De jas. Moet ik dan de roze jas? De roze baard van Hagrid heeft ze ook, hè? Moet ik die dan aandoen? Nee. Ja, maar het gaat om de warmte. De jas moet ook warm zijn. Nee, ja, dat het een enorme zak is, ja, dat is dan misschien niet zo mooi, maar een jas moet misschien ook wel een beetje praktisch zijn, hè? Hij moet ook wel een beetje mooi zijn, hè? Ja, kijk maar hier. Hey, ja, maar mijn jas is een beetje viezig. Hij moet een keer gewassen worden misschien. Dus. Hij is niet praktisch. Hij is kei praktisch. Hé, hey, ja. Maar ik denk dat waren de comments, hè? Oh ja. Laten we het afsluiten. Je mag dadelijk nog in de video als je wil. Wil jij hem afsluiten? Sharon? Ja, Sharon. Wil je hem afsluiten? Sharon maakt sprongetjes daar. Ja. Film dat dan maar. Dan zien mensen het. Daar gaat ze gauw weg. Zie je nou? Oké, mensen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de comments. Tot de volgende.